Hallo, welkom en leuk dat jij kijkt. Digitaal presenteren, het is niet eenvoudig. In deze tijd wordt het steeds vaker gedaan. Mensen gaan contact zoeken met elkaar via de computer. Dat moet wel, want ja, je mag niet meer dan met zoveel mensen bij elkaar aanwezig zijn. En er zijn mensen die zeggen, ik voel me daar niet lekker bij. Want samen contact met elkaar via een schermpje is toch niet hetzelfde. En ik zie ook mensen waarvan ik denk, ja jongens, let op, als je dit of dit of dit een beetje anders doet, krijg je misschien toch een beter gevoel erbij. Wat zijn de tips? Die volgen straks. Je kunt de 5 tips na elkaar bekijken. Het is niet hetzelfde als persoonlijk aanwezig zijn, dat is het nooit. Maar er zijn wel dingen waar je op kunt letten, zodat het toch wat beter wordt en daardoor voor iedereen leuker om met elkaar contact te hebben, digitaal. En als je echt iets gaat presenteren, want je gaat een presentatie geven, of je gaat een lezing geven, of je gaat uitleg geven over iets, denk dan aan deze tips. Je kunt ze echt goed gebruiken. Tip 2. Wees enthousiast en misschien nog wel meer dan je normaal doet. Enthousiast vertellen wat jij leuk vindt, waar je het over wilt hebben, wat je uit wil leggen. Straal. Probeer voor jezelf die verbinding weer te maken met hetgene waar je over praat. En ga ervoor. Vertel vol enthousiasme wat jou raakt. Waar jij het over wilt hebben. Wat jij belangrijk vindt dat de mensen weten. Dat enthousiasme, dat straal je uit. En altijd net even iets meer dan als je het gewoon zou vertellen, 1 op 1. Want vanwege de camera, vanwege het afstandje, betekent het dat je net even wat meer je best moet doen om binnen te komen bij mensen. Probeer het. Net even iets meer. Net even enthousiaster. Gaat vast lukken en je zult zien dat de reacties daardoor ook beter worden. Zo, ik hoop dat je weer wat gehad hebt aan deze 5 tips over digitaal presenteren. Kijk in de camera, wees enthousiast, gebruik je mimiek, doe het kort en krachtig, niet te veel en zorg voor die 3 punten die de mensen onthouden. En mocht je denken, nou, ik kan wel wat hulp gebruiken bij de rode lijn van mijn verhaal, wat is nou precies de kern, hoe kom ik beter over, digitaal of gewoon, als je straks weer mag, voor een publiek, live, ik help je graag. Ik weet waar ik naar moet kijken, houding, mimiek, gebruik van stem en doeltreffende gebaren. En we zorgen samen dat jouw presentatie, lezing of iets anders wat jij wilt vertellen aan een publiek goed overkomt. Zonder problemen, op jouw manier. Dus, meer informatie vind je natuurlijk op mijn site www.gebarenrijk.nl. En ik hoop je in de toekomst te zien. Dank voor het kijken. Doei!